Mensen, leuk dat ik kijk naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is het heel lang geleden dat ik nog eens iets heb opgenomen. Ik weet niet of dat iemand dat boeit. Vandaag spelen we Bloons Theory Battles 2. Ik weet niet of dat iemand daar ooit al van heeft gehoord. Allee, veel mensen hebben er al van gehoord. Veel mensen spelen dat ook. Maar waarschijnlijk niet veel mensen die mij kennen. Omdat niemand het kent. Maar dit is blijkbaar gewoon een tower defense spel. Blijkbaar, zeg ik. Ik speel het al best wel lang. En ik heb nog maar 37 trofeeën. Oké, leuk, ja. Het season is net geëindigd. En we gaan gewoon een beetje spelen. Ik zal u uitleggen hoe dat werkt. Dus je hebt zo een veld. En daarin moet je dan je mannetjes plaatsen. En je hebt allemaal verschillende mannetjes waar je uit kunt kiezen. Dus dan heb je verschillende categorieën. Dit is primair. Dat zijn alle primaire apen. Dit is militair, dit zijn alle militaire apen. Dit is magisch, dit zijn alle magische apen. En dit is ondersteuning. En die zijn allemaal verschillende categorieën. Die zeg maar gewoon waar er verschillende apen in zitten. Ik vind de militaire categorie het leukste. Omdat daar de beste apen in zitten eigenlijk. Je hebt ook verschillende helden. En die zijn dan extra mannetjes die dat je bij je drie apen dat je kunt kiezen in een potje... kunt je dan één held bij kiezen. Quincy is gratis. Gwendolyn weet ik niet. Volgens mij niet. En Captain Churchill ook niet. En de rest zijn ook gewoon allemaal te koop. Maar Captain Churchill heb ik vandaag gekocht. Daar ben ik heel blij mee. Maar ik denk, nu gaan we gewoon spelen zodat je het nog harder gaat snappen. Oké, we hebben een potje gevonden, jongens. En we gaan nu gewoon... En hier kunnen we een map kiezen. Als je deze map niet leuk vindt, dan druk je op kaart overslaan. Wat we dus nu doen. En we kunnen ook onze held kunnen we ook uitkiezen. Ik kies Kapitein Churchill, want dat is mijn lievelings, omdat ik die net heb. En hier kunt u dus al uw apen selecteren. Welke apen dat je wilt. En ja, het is online. Dus ja, ik heb wifi nodig. En het is tegen echte mensen. Meestal. De namen zijn wel een beetje vreemd. Maar dat is gewoon omdat je meestal... geen eigen naam kunt kiezen. Ik heb dus nu de combo van de boomerang-aap, de ninja-aap en de pijltjes schieten. Want dat is gewoon, dat zijn mijn lievelingsapen. Dan drukken we op strijd. En dan gaan we in het potje. En dan komen we uiteindelijk in de map. En dan komen we hier. En dan moeten we gewoon mijn mannetjes plaatsen. Maar ik begin met twee boomerang-apen. Eentje ga ik upgraden. De andere die staat daar gewoon om die andere te helpen. En dan upgraden we betere boomerangen en lange afstands. Dus dat is de bovenste en de onderste pad. We doen eerst de bovenste, maar de derde upgrade die moet je altijd kopen. En dan 4, 5, 6, allemaal ook. Die moet je allemaal zelf kopen, dat kun je niet gewoon hebben. Dus dat moet je wel kopen met de XP die je krijgt. Dus voor elke bloem dat die poppen krijgen, die 0, zoveel XP. En dan krijg je aan het einde van het potje al je XP bijeen. Dus dan moet je met die XP kun je dan je upgrades doen. Die dat je dan ook nog in-game moet kopen, maar dat boeit niet. Nu gaan wij gewoon rustig. Deze man popt wel veel blauwe balloons. Wat dat je dus nu rechtsonder ziet, dat zijn mijn bloemdingen. Dus diegene die ik kan inzenden. Ik kan nu rode, blauwe, groene en gele inzenden. Er staat zo een boven, dat is mijn HP, links. Mil Army met 150 HP. Dan staat er mijn muntjes, hoeveel geld ik heb. En dat muntje dat daarvoor staat, dat zo de hele tijd grijs wordt en dan terug normaal. Dat staat voor... Ik moet wel een beetje opletten nu. Even monkey boost. Zodat ik niet dood ga. Help. Ik ga hem ook geel geven. En dan daar rechts van mijn geld. Dat is hoeveel ik krijg per keer dat dat muntje geel wordt. En oh chips. Heb ik dit wel? Jawel. Toch? En dan daar rechts van staat de ronde. En daar rechts van staat hoeveel HP mijn tegenstander heeft. En dan heb je zo rechts gewoon mijn hele rechterveldachtig iets. Dat is van de tegenstander. En het linkerveld is van mij. En dat ding, dat minuutje dat je nu ziet openstaan, is van mijn ninja. Maar ik kan er ook op mijn weg klikken. Die bloemen dat je kunt geven, daar staat rechtsonder. En dat is 8 rode, 6 blauwe, 5 groene, 5 gele, 3 roze en 3 witte. Ik kan trouwens...
En wat dat daaronder staat is pijltje naar boven 1. Dat betekent dat je bij je inkomen, helemaal in het midden boven in het scherm, dat daar telkens zoveel bij komt als je dat gebruikt. Dus je krijgt gewoon meer geld per tik. Ik weet niet hoeveel seconden dat die tiks zijn, maar dat zijn een paar seconden, denk ik. Mijn boemerangmonkeys doen niet zo goed hun werk. Die man heeft last, want die heeft al een bloem power-up gebruikt en een apen power-up. Die zie je in het midden onderaan het scherm. Dat zijn de bloons en de apen. De bloons zijn eigenlijk gewoon de ballon. Genoemd dat bloons. De man is nu een beetje problematisch. En hier kun je dan een beetje emojis doen van oeps, sorry, goed speelsucces. En nu kan ik eindelijk mijn hero plaatsen, wat ik ook even ga doen. Laat mij even mijn hero plaatsen. Bam. En dan deleten we ook gewoon even dit, want dat hebben we niet nodig. Oké. En dan zou ik misschien deze ook al wel een beetje moeten upgraden. Zo. Mijn tablet is bijna plat. Ik heb gewonnen! Let's go, jongens! Ik heb eigenlijk gewoon bijna niks gedaan. Deze guy had gewoon zin om weg te gaan, denk ik. Ik heb gewonnen. Vind het niet erg. Ik heb een trofee erbij, 25 muntjes en 3 van die punten. Met die punten kun je je kisten openen. Met die XP'tjes die ik nu krijg. Dus dat zijn zo 450 van mijn Captain Churchill hoofdje. 360, dat is de algemene XP. Dus dat is gewoon XP van elk ding. Die speciale darts eigenlijk. Dus die dingen rechtsboven. Die kun je gebruiken om kisten te openen. Een zilveren is 100. Een bronzen is 35. En een gouden heb ik nog nooit gehad. Dus ik weet dat niet. Hier bij apen kun je bijvoorbeeld, ik heb nu XP gekregen voor mijn boemerangaap. Dus ik zou nu iets kunnen unlocken. Ik heb nu deze allebei geunlocked. Dus dat zijn deze twee mooie dingen. De derde en de vierde van de eerste rij. En dat heb ik gedaan met van die XP'tjes die dat je onder mijn boemerangaapje ziet. En boven, midden, ziet je mijn algemene XP. Dus dat kun je voor alles gebruiken. Ik gebruik die alleen om dingen bij te geven. Dus als ik zo bijna heb, maar nog net niet helemaal, en dat wil ik echt wel heel graag, dan gebruik ik die. Daarom dat ik nu zoveel heb. Voor op mijn level, vind ik. Vond ik deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer op mijn YouTube-kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan zeg ik nog maar één ding, en dat is adios. Doei!